Goedemiddag, welkom terug bij het plenaire gedeelte waar iedereen hopelijk weer is ingelogd. Ik geef graag het woord door aan de moderator van het panel voor de komende drie kwartier. En dat is Jolien van den Ende, Rates Strategist bij ABN AMRO Bank. Dus graag het woord aan jou, Jolien. Dankjewel, Onno. Ik ben blij dat ik hier vandaag mag zijn. En ik ben nog blijer met de panelleden die bij mij ook aanwezig zijn vandaag. Ten eerste wil ik graag beginnen met Geraldine Leegwater. Zij joint ons vanaf huis. Welkom. En aan tafel zitten hier Bas Jacobs. Goedemiddag. Hi, Bas Jacobs, Theo Kokke en Kees Goudswaard. Ik vind het fijn dat jullie er zijn. En dit panel gaat over lage rente en pensioen. En natuurlijk is de hamvraag, hè, zijn de pensioenen nog houdbaar in het lage renteklimaat waar we vandaag de dag mee te maken hebben? En de komende drie kwartier gaan we met dit knap stel hersens aan tafel hierover discussiëren. Voor de mensen die deelnemen, jullie kunnen vragen stellen via de chat. En Onno en ik zullen deze ook in de gaten houden. En we proberen hier aan het einde van het panel ook tijd voor vrij te maken. En zoals wellicht bij velen van jullie bekend, staan de rentes heel laag. En daardoor staan pensioenfondsen er ook wat minder goed voor. Dat wat ook te zien is aan de lage dekkingsgraad. Bij ABN AMRO verwachten we ook dat de rente voor lange perioden laag zal blijven. En dit komt onder andere doordat het macroperspectief er niet zo rooskleurig uitziet. We verwachten een dubbele dip in de groei op de korte termijn. En op de lange termijn verwachten we ook een trager herstel van de economie. Hierdoor denken we ook dat de renteverhoging er voorlopig niet in zit. Sterker nog, we verwachten dat de ECB met extra stimuleringsmaatregelen gaat komen. En dit was ook kenbaar toen gisteren Lagarde, ECB-president, aangaf dat ze bereid zijn om alle instrumenten bereid zijn om in te zetten om weer richting het inflatiedoel te komen. En daarom denken wij ook dat de ECB extra stimuleringsmaatregelen gaat nemen, waaronder het PEP-programma te verruimen met ongeveer 500 miljard voor het einde van het jaar. En ook dat het programma in duratie wordt verlengd naar einde van volgend jaar. Al in al zorgt dit natuurlijk voor een continuerende neerwaartse druk op de rente. Tot we hopelijk weer herstel van de economie zien. En daarom denken we ook dat de rente laag zal blijven voorlopig. En Bas Jacobs, ik vroeg me af, hoe kijk jij hier tegenaan? En heeft het monetaire beleid van de ECB ervoor gezorgd dat we eerder gedwongen zijn om over te gaan naar een nieuw pensioenstelsel? Dat denk ik niet. Ik denk dat de rente al een jaar of 40 aan het zakken is. En dat heeft te maken vooral met reële factoren die te maken hebben met de vergrijzing. We sparen veel omdat we ouder worden. Er wordt ook daardoor minder geïnvesteerd. De kosten van investeringen die dalen ook, omdat moderne economieën draaien veel meer op IT en veel minder op machines. De ongelijkheid in de wereld neemt toe, waardoor mensen gemiddeld meer sparen, want rijke mensen sparen meer. Dus dat zijn allemaal lange termijn trends die je al decennia ziet, waardoor die rentes onder druk staan. Je ziet het ook dat als je de rentes volgt en sinds de ECB begon met het kwantitatieve verruimingsprogramma in maart 2015, dat er in ieder geval statistisch, econometrisch geen significant effect vast te stellen is. Maar afwezigheid van een effect hoeft nog niet afwezigheid van bewijs hoeft nog niet bewijs van afwezigheid te zijn. Ik denk dat er kleine effecten zijn, maar die zullen ook nu met nieuwe mogelijke programma's denk ik heel beperkt zijn. Dus als je zegt van wat voor effect heeft de ECB op het pensioenstelsel, denk ik heel beperkt. Maar goed, je moet je natuurlijk een ongeluk sparen bij zulke lage rentes om een goed pensioen te bereiken. En dat zet natuurlijk de overgang naar een nieuw systeem onder druk. Want ik denk dat heel veel mensen al heel veel jaren het gevoel hebben, we krijgen geen indexatie. Indexatietekorten zijn opgelopen. En we moeten een verdeling maken tussen met de afschaffing van die doorsneepremie. Wie krijgt er welke compensatie daarvoor? En we hebben ook nog natuurlijk misschien dat mensen toch wel ontevreden zullen worden met wat ze in hun potje aan zullen treffen. En dat zorgt ook voor een verdelingsvraagstuk. En dat wordt door een lage rente misschien wel wat makkelijker, maar het is niet weg.
Dus ik denk dat het pensioensysteem onder grote druk blijft staan. Wat er ook gebeurt. Als er nou geen corona was geweest, denk ik dat het de komende 15 jaar moeilijk is. Ik denk dat corona het op korte termijn zeker moeilijker maakt. Op middellange termijn kan er nog wel eens een discussie zijn van... ja, misschien gaat corona heel veel aanbodschade in de economie aanrichten. Dus op korte termijn hebben we heel veel vraaguitval. Dat zal op termijn weer wat teruglopen. Maar als we nu in deze crisis heel veel van ons aanbod kapot laten gaan... waardoor op lange termijn er aanbodbeperkingen komen... dan is er een kleine kans dat rentes mogelijk weer positief gaan worden... en we in het zeg maar, normale kwadrant van monetaire en budgettaire politiek terechtkomen. Maar dat is wel het kwadrant waar je niet wil zijn. Want dan is er heel veel in de economie stuk gegaan. Ja. Dus hoe je het ook bent of keert, het zal heel moeilijk blijven. Ja, inderdaad. Maar interessant om in ieder geval ook te horen... hè, dat het niet alleen allemaal door de ECB komt... maar dat er natuurlijk veel meer factoren spelen. Onder andere vergrijzing, zoals je hebt aangegeven. En ik ben benieuwd, Kees, hoe jij hier tegenaan kijkt. Je hebt natuurlijk het oude systeem helemaal meegemaakt met FTK. Verschillende commissies gezeten. En hoe kijk jij nu tegen de veranderingen aan... Nou, ik zou eerst Bas willen bijvallen, want dat wordt vaak gezegd. Hè, die ECB, daardoor is die rente zo laag. Maar er is onderzoek naar gedaan. Hè. Het effect van het ECB-beleid op de rente is ongeveer tussen de 100 en de 150 basispunten. Hè. Waar we dan nu een rente hebben van min 0,4, zou je op tussen plus 1,5 en plus 1 zitten. Dus dat is nog steeds heel erg laag. Als je het effect van het ECB-beleid niet meerekent. Dat komt natuurlijk vanwege die structurele factoren. Ja. Mooi. Oké. En Theo, zou je ons misschien kunnen vertellen hoe het nieuwe pensioencontract eruit ziet en hoe daar rente nog steeds een belangrijke rol in speelt? Nou, ja, hoe het nieuwe contract eruit ziet, alleen maar dan misschien op het deel waar de rente een rol speelt. Precies. Anders zijn we nog wel even bezig. En trouwens, ik weet niet eens of ik het kan vertellen. Of ik het kan uitleggen. Ik weet niet of iemand kan uitleggen wat er staat. Maar sommige dingen kan ik wel uitleggen. Hoop ik. Heel veel dingen blijven natuurlijk gelijk. We blijven sparen. We blijven collectief beleggen. We blijven rendement maken. We blijven streven naar een degelijke uitkering. Als vroeger ook. En we blijven lang levenrisico delen in de uitkeringsfase. We blijven met elkaar in één pot. En als één jonger sterft, dan gaat de sterfte... De winst blijft een raar woord, maar gaat naar de ouderen. Op die manier kunnen we goed risico's delen. Maar we hadden vroeger het probleem dat we als iemand geld inlegde, dan kreeg hij een soort inkomensbelofte in de toekomst. En die inkomensbelofte die was altijd een beetje raar, want we wisten dat we hem niet waar konden maken. Maar daar zat wel opeens een soort rente aan vast, want je moest dan ook wel bepalen wat die nu waard was en hoe je dat ging verdelen in die grote pot met geld. Dus die inkomensbelofte die werd uiteindelijk zorgde die voor heel veel discussies over hoe moeten we dat dan verdelen, dat geld. En dan kwam de rekenrentediscussie en dan werd het van, nou, als de keer iets werd aangepast en de UFR, dan waren de ouderen boos. En dan ging het weer de goede kant op en dan kwam er iets nieuws bij en dan waren de jongeren weer boos. Nou, uiteindelijk was iedereen heel ontevreden. En dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van een pensioenstelsel, dat mensen in het land, het rijkste land ter wereld, als het gaat om de ouderen en om de pensioenen, dat die mensen dan wel een beetje tevreden zijn. En dat is er nu uitgehaald. Door te zeggen, nou ja, we beleggen, je hebt aanspraak op het pensioenvermogen, maar dat is geen potje, geen individueel potje, maar het is wel een persoonlijk aandeel in dat pensioenvermogen. En daarmee spaar je en uiteindelijk ga je dat uitkeren en dan komt er uit wat het rendement oplevert. Dat was nu ook, alleen nu werd het iedere keer via moeilijke constructies en pijnlijke discussies, konden we altijd nog dingen uitstellen en daardoor kon je uiteindelijk pijn te veel doorschuiven naar jongere generaties. En dat pijn doorschuiven, risico's delen we nog wel, maar niet het pijn doorschuiven tot het oneindige. Dat kan nu niet meer. Betekent dat de rente zelf, die ook in die rekenrente zit natuurlijk voor een groot deel, dat die geen rol meer speelt in de verdeling. En dat betekent ook dat we met beleggen, als we gaan beleggen, nu kunnen we meer voor ouderen, zeg maar, het renterisico beter beheersen. Vroeger werd het renterisico van ouderen van jongeren, wat jongeren creëerden door iets in te leggen. Was opeens een 50-jarige, 70-jarige duration. Dat werd allemaal doorgeschoven naar ouderen. En die moesten dat dan weer gaan afdekken. Maar dan ging je weer bij jongeren te veel inflatierisico realiseren. Heel moeilijk allemaal. Hè. De meeste mensen begrepen het niet helemaal. Of
helemaal niet. Maar uiteindelijk was het ook echt heel lastig. Die spagaat, iedereen weet die in het bestuur heeft gezeten, weet hoe lastig die spagaat was. Die is er nu uit. Er zijn twee dingen die positief zijn in het nieuwe stelsel. De complexiteit is er nog niet helemaal uit. Nog een paar andere dingen zijn er nog niet helemaal uit. Maar dat is eigenlijk wel positief. Want het vertrouwen neemt iets toe. Hopelijk, hè, dat gaan we straks zien. Maar dat hopen we dat na de transitie dat vertrouwen toeneemt. En dat uiteindelijk we ook iets beter kunnen beleggen. Maar punt blijft, aansluitend natuurlijk bij Bas en Kees. We hebben een best wel grote kans op langdurige lage rente in de wereld. En je kunt niet gaan toveren. Het is niet zo dat dit nieuwe pensioenstelsel opeens geld gaat toveren. Dus als we echt tientallen jaren à la Japan lage rentes gaan krijgen, wat helemaal niet uitgesloten is, dan zul je ook met dit stelsel niet opeens de 75% halen na middelloon na 40 jaar. En zul je dus moeten gaan denken aan, en dat vind ik zelf heel belangrijk, een andere manier van omgaan met ons menselijk kapitaal. Hè? Dat we in de middenfase van ons leven, zeg maar rond de 50, gaan gecoacht worden naar een nieuwe fase waarin we langer werken en waarin we beter met onze nieuwe aangeleerde ervaring in de loop van die, ik heb net 30 jaar werk erop zitten in de financiële wereld. Ik weet niet of ik zelf heel veel heb geleerd, maar sommige mensen leren nieuwe skills en die kunnen ze dan in een latere fase kunnen ze ook ander werk gaan doen en misschien wel minder uren maken, maar we moeten niet alleen maar helemaal denken dat we met dat financiële model alle problemen kunnen oplossen. Dus we moeten wat meer weerbaar zijn door ook ons menselijk kapitaal beter te gaan inzetten als we ouder worden. Oké, heel interessant. En Geraldine, ik ben benieuwd, hoe kijk jij hier tegenaan? En ook met betrekking tot jouw rol als bestuurder bij ABP? Ja, nou ik denk dat niet alleen ik als bestuurder, maar alle bestuurders in Nederland voor een enorme opgave staan in de komende jaren. Om uiteindelijk tot een nieuw pensioenstelsel te komen. Als ik nu kijk wat er ligt, hè, er ligt een pensioenakkoord en volgens mij zijn we vooral allemaal blij dat er nu een haakje is op basis waarvan we verder kunnen gaan werken. Maar tegelijkertijd denk ik dat we vooral als bestuurders van pensioenfondsen ook moeten voorkomen dat we dit zien als een soort van reddingsboei waar we allemaal met ons volle gewicht aan kunnen gaan hangen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat juist in het licht van een nieuw stelsel wat eraan komt, dat we heel goed blijven nadenken, dat we een nieuw stelsel zien als een kader van regels waarbinnen we als pensioenfondsbestuurders onze verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. En dat het kader dus niet exact de regeling is voor alle pensioenfondsen. En dat betekent dat we vooral ook, denk ik, los van het wat er nu ligt, ook een stapje terug moeten doen. Waar zijn we nu met elkaar mee bezig? En het is volgens mij ook vanmiddag al gezegd door Klaas Knot, dat uiteindelijk we leggen premie in, we gaan rendement maken en dat moet tot een pensioen leiden. En alles gerelateerd aan de onzekerheid van de toekomst, dus de risicopremies, maar ook de lage rente, die vinden direct zijn weerslag op alle drie die componenten. Zowel de inleg, het rendement als wat er in de toekomst uitkomt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we als pensioenfondsbestuurders voor alle drie die componenten blijven nadenken en ons niet gaan verschuilen achter wat er straks door anderen allemaal wordt vastgesteld. Kortom, terug naar de essentie en nadenken, wat zijn we met elkaar aan het doen? Oké, heel mooi. Ik vroeg me ook af, hè, nu we dit contract hebben liggen, hoe jij daar tegenaan kijkt, Kees. Met name van, we hebben natuurlijk al, het is al uitvoerig besproken, de lage rente. Maar betekent dit dat wel dat de pensioenen houdbaar zijn in het nieuwe stelsel? Omdat natuurlijk die dekkingsgraden min of meer van de baan worden gedaan in de nieuwe contracten. Ja, dat is inderdaad wel de ultieme vraag, Jolien, die je stelt. Ja, stel je voor, we hebben 10 jaar keihard gewerkt en heel veel gepraat over het nieuwe stelsel. En wij stellen nu met elkaar vast dat het niet toekomstbestendig is. Dat zou toch wel heel sneu zijn.
Ik zou in ieder geval willen zeggen, het nieuwe contract, hè, wat nu is uitgewerkt, dat is wel minder rentegevoelig dan het huidige FTK-contract. Omdat we niet meer met de dekkingsgraad en niet meer met de rekenrente gaan werken. Theo zei er ook iets over. Mm-hmm. Dat is overigens een zegen. Maar het leidt natuurlijk geen twijfel dat ieder pensioen op basis van kapitaaldekking last heeft van een structureel lage rente. Dat is onvermijdelijk. En een vraag die dan ook vaak gesteld wordt is, moeten we dan naar meer omslagfinanciering? Nou, daar is het is vanmiddag ook al aan de orde geweest. Er is een paar weken terug een studie over verschenen van Netspar en CPB. Ja, die zijn eigenlijk heel genuanceerd over de auteurs. Vaak wordt gezegd, de rente is lager dan de groei en dan is omslag voordeliger, zeg maar. Hè? Nou, dat ligt wat ingewikkelder. Je moet dan niet kijken naar de rente, maar je moet kijken naar het rendement. Maar er zit een risicocomponent in, dus dan moet je ook naar de groei, inclusief het risicocomponent, kijken. En dan is die vergelijking misschien wat lastiger te maken. Bovendien zeggen de auteurs, en ik denk terecht, dat er heel veel andere factoren van belang zijn voor de weging tussen omslag en kapitaaldekking. Je moet dan kijken naar de verdeling over generaties. Je moet kijken naar demografisch risico, naar politiek risico. Je moet kijken naar het belang van kapitaaldekking voor de verstrekking van risicodragend vermogen. Er zijn heel veel factoren die een rol spelen. Dus de auteurs van die studie concluderen, en ik ben het daarmee eens, dat het nog heel moeilijk te zeggen is of we nu zouden moeten overschakelen naar meer omslagfinanciering. Nou, wat dan? Want we hebben dat probleem van die lage rente. Ja, dan hoor je ook vaak, dan doen we gewoon de premie omhoog. Collega's van ons hebben daar onlangs ook weer voor gepleit. Ja, ik ben daar wat sceptisch over, moet ik eerlijk zeggen. We weten dat het premie-instrument, dat weten we al langere tijd, dat echt niet meer zo effectief is. De jaarlijkse premiesom is 35 miljard en het pensioenvermogen is 1600 miljard, dus dan zie je dat al. En bovendien, de premies zijn natuurlijk al heel erg hoog. Hè? In het nieuwe contract is dat nou vastgesteld, de maximumpremie op 33%. Dat is heel veel. En ik denk dat werkgevers, maar heel weinig werkgevers te vinden zijn die bereid zijn om nog meer premie te betalen. Althans, 2/3 daarvan gemiddeld genomen. En werknemers zullen ook niet bereid zijn als dat beschikbaar inkomen nog verder onder druk komt te staan. Bovendien, wanneer is de rente laag? Ja, als het niet zo goed gaat met de economie. En als je op dat moment dan de premies verhoogt, dan ben je procyclisch natuurlijk bezig. Hè? Dan versterk je de conjunctuur. En dat hebben we in het verleden ook vaak gezien. En dat is echt vervelend geweest voor de Nederlandse economie. Nou ja, stel dan dat je die premies niet kunt of niet wilt verhogen. Ja, dan is het onvermijdelijk. En Theo zei dat in feite ook al. Dan is het onvermijdelijk dat de ambitie wat omlaag gaat. Het is natuurlijk heel vervelend. Maar aan de andere kant bedenk wel dat de vervangingsratio's van de Nederlandse pensioenen nog steeds tot de allerhoogste in de wereld behoren. Dat blijkt uit vergelijkend onderzoek van de OESO. Blijkt uit onderzoek van Marieke Knoef en anderen. Waar ik ook een beetje mee mocht doen met de anderen, zou ik maar zeggen. We hebben nog steeds echt heel goede pensioenen in Nederland. Het is natuurlijk vervelend als die ambitie naar beneden gaat, maar we komen wel van iets hoogs af. En je kunt, en daar val ik Theo bij, je kunt natuurlijk ook daarop reageren. Je kunt meer investeren in menselijk kapitaal. Ja. En je kunt, mensen kunnen meer gaan aflossen op een hypotheek. Dat draagt ook weer bij aan hun financiële positie tijdens pensionering. Je kunt op allerlei manieren er wel op reageren op die situatie. Ja. Dus het is heel lastig, die lage rente. Maar om nou te zeggen, het stelsel is niet meer toekomstbestendig, dat zou ik niet willen zeggen. Oké, helder. Heel interessant, met name over de premie en dat we relatief al veel sparen in Nederland voor ons pensioen. En als we die premie omhoog gaan doen, dan zouden we nog meer sparen en nog meer dienen in te leggen. En dat heeft natuurlijk ook een impact op de economie. En hoe kijk je daar tegenaan, Bas? Vind je dat we al genoeg sparen voor ons pensioen? Of denk je dat het nog dat we meer dienen te sparen indien anders we toch relatief de pensioen lager uitvalt dan verwacht momenteel? Ik denk dat Kees gelijk heeft dat we eigenlijk al heel veel sparen. We zien ook in consumptiestudies dat mensen behoorlijk wat geld overhouden aan het eind van hun leven. En dat ze dus eigenlijk te veel hebben gespaard voor een oude dag. Dus dat we. En die rente zijn natuurlijk om een reden laag. We sparen ons een ongeluk. En als er heel veel aanbod van spaargeld is op die kapitaalmarkt, dan gaan die rentes omlaag. Het is een beetje een hond die zijn eigen staart achterna loopt. Als we bij lage rentes nog meer gaan sparen, rentes nog verder omlaag. Dus ik denk dat we toch niet aan de discussie ontkomen over kapitaaldekking versus omslag.
Kees zei het ook al, investeren in menselijk kapitaal, dat is natuurlijk de keerzijde van als die rentes zo laag zijn, wordt, je zou kunnen zeggen, investering in human capital veel aantrekkelijker. Maar dat is precies, een omslagsysteem draait op human capital. En het is de basis, het rendement van een omslagsysteem is de groeivoet van de economie. En dat wordt voor het grootste gedeelte bepaald door human capital. Dus als je, ik heb het vanochtend ook al gezegd, of eerder vanmiddag gezegd. Als je 1500 miljard aan pensioenvermogen hebt. En je hebt een rente-groeivoetverschil van 3%. Dus de groeivoet ligt nominaal 3% boven de rente, risicovrij. Dan heb je de slordige 50 miljard per jaar die je misloopt omdat je in kapitaaldekking zit ten opzichte van omslagfinanciering. 50 miljard per jaar. Nou, nu kunnen er goede andere redenen zijn waarom je dat zou willen hebben. Maar je moet wel de vraag stellen, is me dat die 50 miljard per jaar waard? En dan zijn er discussies rondom risico bij financiële kant, risico's in human capital. Je hebt institutionele of politieke risico's, dat is allemaal waar. Maar je moet die vraag stellen, willen we 50 miljard rendementsverschil hebben op een kapitaal of een omslag gefinancierd systeem? Maar dat is alleen als die groeivoet 3% hoger is dan het rendement. Hè? Is dat op lange termijn plan? Nee, maar we moeten niet gaan goochelen hier met de hele tijd risico's wel stoppen aan de financiële kant, maar niet bij de reële kant. Allebei de kanten. En dus moeten we wel die discussie voeren. Als ik alleen maar naar risicovrij financieel kijk met risicovrij groeivoet van de economie, dan zit er een enorm verschil tussen. Maar bestaat er dat is echt een vraag van een niet-macro-econoom, bestaat er een risicovrije groeivoet van de economie? Is dat een... Nee, natuurlijk niet. Net zo goed is er ook geen uiteindelijk risicovrij financieel. De wereld is met risico. Alles wat we waarnemen inderdaad is uiteindelijk risico. Dus daarom is dit een ingewikkelde discussie. Het gaat meer discussie. Om de balans van, met kapitaaldekking iets beter resultaat of stabieler met een omslag? En mijn voorbeeld geeft alleen maar aan dat het om tientallen miljarden per jaar gaat. En als je dus het net even fout doet, dan kost je dat tientallen miljarden wat je op straat laat liggen. Mm-hmm. Dezelfde discussie speelt ook bij staatsschuld. Als de overheid tegen negatieve rentes over alle looptijden kan lenen, zijn eigenlijk al die overheidsfinanciën houdbaar. CPB blijft rekenen met 2,5% rente op de staatsschuld. Mm-hmm. En concludeert dan dat de overheidsfinanciën nog steeds onhoudbaar zijn. Nou, dit soort discussies die moeten uitgediscussieerd worden. Want de consequenties als we dit in Nederland fout doen, met die mega pensioenvermogens, zijn, het gaat om tientallen miljarden. En ik denk dat we te conservatief zijn. Dat we wachten misschien tot de gratis lunch bedorven is, als we hem nu zien liggen. Ja. Een mooie conclusie. Ja. Zeker. En dan in het nieuwe contract gaan we natuurlijk ook niet werken met een projectierendement. En wordt het idee dat we via een tweestapsmethode rendement gaan toekennen. Het rendement en daarnaast ook rendement op de beleggingsportefeuille. Dit is natuurlijk een hele grote verandering voor de pensioenfondsen. En wat betekent dit voor de pensioenfondsen? En wat dienen zij de komende periode allemaal te gaan uitzoeken om dit in goede banen te leiden? Geraldine. Ja, nou, ik gaf net al aan dat heel erg veel is. Laat ik twee dingen zeggen. Eerst over het projectierendement en daarna voortbordurend op wat ik net al even zei. Uiteindelijk sta je voor pensioenfondsbestuurder voor de vraag, er wordt premie ingelegd. Je moet zorgen dat er rendement gemaakt wordt en dat dat uiteindelijk tot een hopelijk adequate hoeveelheid pensioenvoorziening daarin uitmondt. Nou, te beginnen bij het projectierendement. Dat staat natuurlijk in de hoofdlijnnotitie. En daar zie ik dat dat eigenlijk een middel is wat ingezet gaat worden of gebruikt gaat worden voor vier verschillende doelen die in het hoofdlijnakkoord staan. Dan ga ik me altijd al een beetje zorgen maken, want als je hetzelfde middel voor vier verschillende dingen in gaat zetten, dan is dat potentieel toch weer een bron voor heel veel discussie. Nou is het zo dat als ik naar die vier doelen kijk, communicatie van verwachtingen, maximale fiscale premie vaststellen, voor het bepalen van de hoogte van de pensioenuitkering en ook om de balans te vinden tussen de doelstelling premie en pensioen, dan zie ik in ieder geval een lichte neiging naar dat het voordelig kan zijn om hoge projectierendementen vast te stellen. Ik zie hier dus enerzijds meerdere doelen die met hetzelfde middel gediend moeten worden. En ik zie in de doelstellingen zelf een tendens dat pensioenfondsen
daar op een bepaalde manier mee om zouden kunnen willen gaan, die op de lange termijn uiteindelijk niet goed is. En dan raakt het meteen aan het vraagstuk lage rente en natuurlijk ook rendementen. Uiteindelijk zijn we natuurlijk niet gebaat bij het te hoog vaststellen van projectierendementen, want dat is een voorbode voor teleurstellingen voor de toekomst. Nou, dat brengt mij dan bij het beleggen zelf. Ik schetste het net al even. Ik zou heel graag zien als pensioenfondsbestuurder dat wij de ruimte krijgen om binnen een kader wat vastgesteld wordt. Er wordt volgens mij niet één contract vastgesteld, maar er komt een wettelijk kader waarbinnen we onze verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Dat wij teruggaan naar de essentie en dat wij dus zelf gaan nadenken. Enerzijds over wat is dan een adequate pensioenvoorziening. Natuurlijk zijn het de sociale partners die daar nadrukkelijk bij helpen. Maar ik denk dat hier ook gewoon traditionele beleggingstheorieën, waarbij je moet kijken naar wat is nou de nutsfunctie van mijn deelnemers, wat wordt dan de nutsfunctie van het collectief waar we voor staan, wat zijn risicomaatstaven die voor het individu belangrijk zijn en hoe vertaal ik dat naar het collectief. Nou, dat hebben we allemaal nodig om daarover na te denken, om tot toch een inschatting te komen van wat is dan een adequaat hoeveelheid vermogen die gerealiseerd moet worden. En ja, het rendement moet gemaakt worden op die premieinleg. Aan de rendementskant speelt ook het vraagstuk, hoe gaan wij met elkaar inschatten? Enerzijds de lage rente, die is al genoemd, maar ook daarbovenop de risicopremies die we kunnen verwachten, want dat is uiteindelijk waar pensioenfondsen het rendement mee moeten gaan realiseren. En risicopremies zijn natuurlijk nog redelijk op peil gebleven bij een rente die nog dalende is. Bij het verdisconteren van toekomstige winsten zie je dat dan in eerste instantie rendementen nog redelijk op peil blijven. Maar dat is natuurlijk een grote zorg naar de toekomst toe. Dus dat is de andere component waar ik denk dat pensioenfondsen nadrukkelijk ook zelf aan zet zijn om na te denken. Hoe ga ik in het licht van die doelstelling, die al moeilijk is om vast te stellen, hoe ga ik dan ook vaststellen wat het benodigde rendement gaat zijn? Mm-hmm. Dus voorkomen dat we alleen maar gaan wachten op een wettelijk kader, maar zorgen dat we zelf aan zet zijn om daar ook echt gewoon vanuit het fundament over na te denken. Waar we waarschijnlijk ook zullen gaan concluderen dat in die laagrenderende omgeving dat het moeilijk blijft en daarmee dat pensioen ook moeilijk blijft om uit te leggen aan onze deelnemers. Ja, dus eigenlijk blijft het lastig om toch het rendement te behalen. En dan vraag ik me eigenlijk ook af, want in het nieuwe contract zie je dus dat er collectieve risicodeling plaatsvindt. En denk je dan ook dat er om toch het projectierendement te kunnen behalen, wat nodig is om de doelstelling te behalen, er mogelijk meer risico gaat genomen worden door pensioenfondsen? Nou, ik denk wat heel belangrijk gaat zijn ook daar, dat we toch even loslaten waar we vandaan komen. Ik denk dat een grote valkuil kan zijn is dat we ons laten framen op risicopercepties die we nu hebben in een kader waarin we nu opereren. Vandaar ook dat ik benadruk van probeer eventjes een stapje terug te zetten en vooruit te denken van waar zijn we nu mee bezig. Hè? Vandaar dat ik ook benoemde wat is het nut waar onze deelnemer naar op zoek is. Wat is het risicoprofiel? Met alle kanttekeningen die we natuurlijk kennen, hè, over het vaststellen daarvan. Maar dat is wel noodzakelijk om terug te halen. Wie wil wat voor risico lopen? En wat voor mij nog wel een heel onzekere hoek is, en dat is denk ik eerder vanmiddag al eventjes ook genoemd, volgens mij weten we echt onvoldoende hoe uiteindelijk deelnemers gaan reageren op een echt onzeker pensioen. En natuurlijk kunnen we nu al niet meer zeggen dat er sprake is van een zeker pensioen. Maar het is niet zo dat we ervaring hebben met een situatie waarbij pensioenen daadwerkelijk omhoog en omlaag gaan. En die gedragscomponent en hoe dat zich vertaalt in risicotolerantie is wat mij betreft volgens mij niet getest in de praktijk, terwijl wij daar nu wel inschattingen over moeten gaan maken, die vervolgens ook bepalend zijn voor de hoeveelheid risico die je wilt nemen. En dat is denk ik een hoek waar we heel snel toch inzichten in zouden moeten krijgen. Ja, zeker. En is het dan ook de bedoeling dat we gaan kijken van wat is de risicotolerantie van onze pensioendeelnemers?
En kunnen zij dan eventueel ook kiezen tussen verschillende profielen? Van hè, dat ze extra risico willen nemen of gewoon normaal of juist minder risico zouden willen lopen in het als we overgaan naar een nieuwe stelsel. En vanuit Cardano bedienen jullie natuurlijk ook heel veel verschillende pensioenfondsen met de uitvoering van de allocatie, van de beleggingsportefeuille. En ja, zijn jullie er al mee in gesprek met jullie deelnemers en hoe zij er tegenaan kijken? Nou ja, die punten die Geraldine noemde, die zijn, daar zijn we natuurlijk wel al over aan het praten. Van hoe ga je hier straks mee om? Hè? Als dat, het is pas net uit en we gaan er nog jaren aan voorbereiden. Maar op een fatsoenlijke manier omgaan met wat is het risico, zeg maar, appetite van deelnemers, is zo ontzettend moeilijk. De manier waarop je het vraagt is al bepaalt al bijna het antwoord. Je kunt mensen helemaal framen. Dus er zitten zoveel moeilijke aspecten aan. En, en dan krijg je inderdaad nog het van ja, maar zo op die manier haal je bijvoorbeeld niet zoveel pensioenen. Gaat het als verlies voelen. En dan gaan mensen zeggen, oh nee, dan wil ik wel meer rendement nemen. Maar als je het anders formuleert en zeggen van nou ja, op die manier heb je een degelijk pensioen, maar anders loop je risico dat je heel veel verliest. Dan gaan mensen heel risicovrij voorstellen. Dus dat, en dat vind ik echt zo moeilijk. Dat hebben we in het verleden al gezien. Als er de DNB vraagstelling deed en een ander pensioenfonds naar zijn deelnemers op een andere manier, zag je al de uitkomsten helemaal verschillen. Alleen maar door de vraagstelling. Dus dat wordt al. En we moeten dan de AFM gaat er misschien ook een grote rol in krijgen. Hoe ga je met mensen om? Wat voor vragen ga je stellen aan. Ik denk dat de AFM ook een hele belangrijke rol moet gaan spelen. Het is natuurlijk geen prudentieel toezicht meer in de zin, er is geen dekkingsgraad. Je bent niet meer faillissement aan het voorkomen. Je bent aan zorgen dat je mensen op een goede manier begeleidt in een heel moeilijk financieel product. Dus dat wordt, Geraldine heeft wel gelijk, wordt een hele, hele moeilijke taak. Dus ja. Pensioenbesturen krijgen er eigenlijk, hè, vanuit psychologische kant en andere zaken, veel meer taken bij. Misschien denken ze dat het makkelijker wordt. Oh, we hebben geen dekkingsgraad meer. Nee, daar zijn we vanaf. Maar nu begint het pas. Ja, precies. Dus eigenlijk betekent dat we nu pas echt gaan nadenken over, hè, hoe gaan we dit in de praktijk vormgeven. Ja, een zware klus hoor voor de pensioenfondsbestuur. Want ze moeten kijken inderdaad naar de risicotolerantie, maar vervolgens ook naar de vraag, althans in het nieuwe solidaire contract, hè, hoe je die risico's gaat toebedelen aan de verschillende leeftijdsgroepen. Precies. En dat is nogal bepalend voor het resultaat. Dus dat is, ja, dat is pittig. En de transitie is natuurlijk heel pittig, maar misschien mag ik even een positief nootje plaatsen daarover, hè, in alle somberheid, want die lage rente maakt de transitie, althans het afstappen van de doorsneesystematiek, ja, ietsje makkelijker. Hè, dus dat is dan wel prettig. Hè? De oude 100 miljard van het CPB als overgangsproblematiek, die is echt van de baan. Dat was altijd een foutje. Hè? Dan hebben ze later gezegd, dat was ook 60 miljard. Het was 55. En dat, ja, zei ik, ja, maar die 100 miljard blijft hangen. En toen zei ze, nee, die blijft niet hangen. En dan komt het weer op tafel. Ja. Ja. Het is inderdaad maar enkele tientallen miljarden nu. Het groot probleem zit natuurlijk met een paar honderd miljard tekort. Ja, je moet gaan verdelen. Daar zit het probleem. En niet zozeer meer in het afstappen van doorsnee, inderdaad. Maar transitie wordt natuurlijk een heel moeilijk punt. Afhankelijk van waar je precies staat. En ook wat voor boodschappen er nu vanuit de politiek worden gebracht. Van, oh, we hoeven een nieuwe pensioenstelsel niet meer te korten. Nee, want er is geen dekkingsgraad. Dus hoeven we nu ook niet te korten. Dan denk ik, dat is ook iets heel anders. Want dit is iets, een erfenis uit het verleden. Dan kun je niet zeggen dat die in de toekomst ook geldt. Dus er zit ook een gevaar in. Hè? Dat als mensen nu denken van, als we straks een nieuwe stelsel hebben, dan worden de pensioenen beter. Dat is echt een groot gevaar. Want we hebben lange tijd te maken gehad met de verwachtingskloof. En dat heeft geleid tot afname van het vertrouwen. En we moeten ontzettend oppassen dat we daar niet weer in terechtkomen. Ja. Ja. En als er nu gekort wordt, is dan niet het risico dat men dat associeert met dat nieuwe contract? Ze zeggen van oké, die korting, dat is het gevolg van de introductie van een nieuw pensioencontract. Nou, dat moet gemanaged worden door de politiek, maar dat valt niet mee. Want de politiek die vindt natuurlijk, er zitten partijen die zijn, we hebben oudere partijen, we hebben nog geen echte jongere partijen. Nee. En Jesse Klaver valt een beetje tegen wat dat betreft, om daarvoor op te komen. Maar dat gaan mensen natuurlijk zo voelen, van dat komt door die overgang. Dus moet dat voorkomen worden en dus gaat die transitie misschien mislukken. Het is natuurlijk wel raar dat je nu al jaren ziet dat het nieuwe systeem eraan komt. En eerst ging het economisch hartstikke goed. Het is niet uit te leggen aan de mensen dat we nu gaan korten. Vervolgens worden er allerlei regeltjes opgerekt, hoeft er niet gekort te worden. Nu met corona gaat de economie weer naar beneden. Het is niet uit te leggen dat nu
mensen gekort gaan worden. Ja, zo wordt er iedere keer natuurlijk weer een nieuw argument verzonnen om aan die ongedekte rekening in het bestaande systeem te ontkomen. En dit is volgens mij ook de hypotheek die op die, die op die pensioendiscussie al 10 jaar ligt. Er zit gewoon in het systeem een ongedekte rekening die direct naar boven komt als je overschakelt. En dat is onvermijdelijk. Maar gaan we het wel redden? Ik denk dat we over 5 jaar hier nog steeds zitten. Dat er nog steeds allemaal obstakels op de weg zitten. En dat het heel... die pensioenfondsbesturen moeten dit nu gaan doen. En ik denk dat er nog heel veel gedoe zal komen met het zeg maar, invaren van het nieuwe pensioencontract. Ja. Ja, en dan is ook nog de vraag, als ik nog mag toevoegen, welk contract? Hè? We hadden hier een paar weken geleden ook een netsparsessie en toen met pensioenfondsbestuurders. Er werd de vraag voorgelegd, welk contract verwacht u dat u naartoe gaat? Het nieuwe solidaire contract of de verbeterde premieregeling of de WVP Plus? Ja. Ja. En dat was 50-50. Nou. Verbaast me niks. Dus dat is bepaald geen uitgemaakte zaak waar we naartoe gaan. En dan krijg je die verbeterde premieregeling en dan blijft het oude contract parallel doorlopen. Hè? Dat zie je nu al bij de eerste partijen die dat roepen. We gaan naar de verbeterde premieregeling en het oude contract gaan we uitfaseren. Dan krijg je Engeland. Als er daarna 2 goede contracten naast is het niet. Het is geen ramp, maar het zou ideaal zijn natuurlijk als ze wel konden integreren. Maar ik zie het juist door die discussie die al zo lang loopt en die erfenis zie ik het wel heel... met een hard hoofd tegemoet dat dit zomaar die transitie gaat slagen. Ja, het wordt natuurlijk een hele uitdaging om voor pensioenfondsen om dit te gaan verdelen over individuele pensioenpotjes. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog te maken met het solidariteitsbuffer in het nieuwe contract. Die natuurlijk op een of andere manier gevuld dient te worden. Wat natuurlijk al lastig is met het tekort. Dus ik ben ook heel erg benieuwd... hoe jullie denken dat die buffer wordt aangevuld? Nou, voorlopig staan we in de min. Inderdaad. En ik denk ook dat we moeten eerst maar zien dat we corona uitkomen en dat die economie weer wat gaat groeien. En ik denk dat je pas dan je kan de vraag kan stellen, hoe kunnen we dat überhaupt aanvullen? Want ik denk dat voorlopig kortingen of althans niet stijgende pensioenen aan de orde van de dag zullen zijn. En dat zolang dat zo is, dat er maar bitter weinig appetijt is om extra geld opzij te zetten voor een buffer. Het idee is, in de basisvariant van het Centraal Planbureau, wat onder de uitwerkingstukken ligt, wordt die buffer gevuld uit premie. Dus niet het rendement, maar uit premie. En wordt jaarlijks 1/15 uitgedeeld. Maar als je dan de doorrekening ziet, dan voegt dat echt premie echt niks. Moet je 100 jaar wachten voor de... Dan voegt dat echt heel erg weinig toe. Dus daar moet ook enorm over nagedacht worden. Hoe je dat vult, die solidariteitsreserve. En hoe je hem aanwendt. Om daar echt meerwaarde aan te ontlenen. Nog los van de vraag, hoe krijgen we het voor elkaar om überhaupt een buffer te krijgen? Maar dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En daar moeten die besturen ook weer keuzes in maken. En dat lijkt me ook extra lastig. Want stel je voor, ik begreep dat ongeveer maximum 10% van de premie mag gebruikt worden voor het solidariteitsfonds te funden. Of als je overrendement hebt, dus een hoger rendement ten opzichte van het projectierendement, dat je dat eventueel deels kan gebruiken voor de solidariteitsbuffer te funden. Maar goed, je hebt al te maken met een lage rente, waardoor je al denkt, moeten we premie gaan verhogen of moeten we naar een ander stelsel? Dan wordt het wel extra lastig natuurlijk. Het is lastig op zichzelf. Het is een sympathiek idee, hoor, vind ik, hoor, die solidariteitsreserve. Je kunt intergenerationele risicodeling ermee realiseren. Je kunt bepaalde risico's, kun je beter delen. Maar het is nog een hele kluif om daar iets goed van te maken. Ik zou hem ook liever vrij klein houden, maar oké, hij is ook niet extreem groot. Mm-hmm. Maar voor het macro lang leven risico bijvoorbeeld. Hè? Als mensen opeens langer leven, dat je oudere mensen niet confronteert met een korting. Ja. Dat zijn echt dingen die je als risicodeling zou willen. En er zijn jongeren ook toe bereid om dat weg te geven. Ja. En dat soort dingen zou je erin moeten stoppen. Ja. Maar dan moet de bestuur ook allemaal gaan formuleren, hè, wat ze ermee doen. Dus dat is op zich interessant. Kun je ook aan de verbeterde premieregeling toevoegen. Hè? Dat is die WVP Plus. Dat is maximaal 15%. Hè? Het kan ook nul zijn. Reserve. Dus besturen hebben heel veel ruimte om het in te gaan vullen. Dat voegt ook complexiteit toe. Jazeker. Nou, dat is een heel mooi complex wat we kunnen gaan oplossen de komende periode. Zijn er nog vragen binnengekomen? Nou, er waren technische problemen, dus die vragen die... Ik zit net op de kijkersvragen. Ik zat allemaal naar te Dus dat is niet goed gegaan. Oh, wat jammer. Dus dat is jammer. Maar we hebben ook niet zoveel tijd meer. Integendeel, we hebben helemaal geen tijd meer eigenlijk. Dus, Wat ik in ieder geval meekrijg vanuit de discussie is dat we in ieder geval
in een lage renteomgeving het lastig blijft om die pensioenen aan te laten groeien. En dat het de komende jaren een mooie uitdaging wordt, ook voor pensioenfondsen, om dit vorm te geven. En dat we op de lange termijn ook moeten gaan nadenken van, is dit het stelsel wat wenselijk is? Of zullen we ook kunnen kijken naar omslagstelsel? Of hoe gaan we hier in de toekomst mee om? En ons menselijk kapitaal, hè? En ons menselijk kapitaal. En natuurlijk het risicoprofiel, wat daar allemaal een belangrijke rol in speelt. Dus dat was heel erg interessant allemaal. En heel erg bedankt voor jullie deelname. En ook voor de kijkers thuis. Heel erg bedankt. Ja, hartelijk dank. Het is allemaal opgenomen, dus iedereen heeft nog de gelegenheid om naar jullie allemaal te kijken. Ons allemaal te kijken. En ook naar jou. Jij bedankt voor je begeleiding van deze discussie aan het eind van deze bijzondere Netspar-verjaardag. Ik hoop dat we volgend jaar bij de 16e verjaardag weer gewoon met het publiek met minder techniek bij elkaar kunnen zitten en elkaar kunnen spreken. Niet alleen tijdens de discussie, maar ook na afloop bij de borrel. Zit er ook niet in vandaag, helaas. Dus we moeten het hierbij laten. Dus ook namens mij, namens Netspar. Weinig solidariteitsbuffer hier. Ja, inderdaad. We zullen het, ik dacht weinig liquiditeit, maar... Nee. Maar hartelijk dank. En wij komen elkaar zonder twijfel nog heel vaak tegen in de komende periode. Dus, graag gedaan. Heel dank. Ook Geraldine, ook bedankt dat je mee wilde doen vanaf het huis. Dankjewel.